Hey, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik heb vandaag weer Richie in de video. Daar ben ik weer eens, hè? Lang geleden af en toe in een vlogje, maar niet echt niet meer zo vaak eigenlijk. Als een hoofdpersonage in een video. Ja, we hebben we hebben ruim een jaar geleden ons allereerste mukbang video samen gemaakt. Dat was anderhalf jaar zit je denk ik al. Ja. En 8 maanden geleden was de laatste. En ik dacht, nou, het is toch wel even weer leuk om de traditie erin te houden. En een goed excuus om weer sushi te eten. We hebben onze normale box, wat we altijd nemen. Ja. Welke is het? De studentenbox van Mr. Sushi. Ja, ik wilde net zeggen no spon, maar we bestellen daar best wel regelmatig. Wat hier allemaal in zit is zalm, tonijn, California roll. Zalmrol, tonijn. Genau. Van alles en nog wat. Ja. Helemaal prima eigenlijk. Het ziet er goed uit. Ja. Lekker veel. Eigenlijk voor 4 personen. Maar we eten het altijd in 2 delen. Nou, bijna wel, ja. Nou, zullen we beginnen met... Ja, is goed. Anders een beetje uitpak. Wacht. Jij mag deze niet iets meer zo zien. Ik ben er dus achter gekomen dat ik niet tegen te veel sojasaus kan. Ik vind sojasaus lekker. Maar als ik zeg maar mijn sushi te erg in dip... Dan wordt het gewoon too much en dan ga ik me niet lekker voelen. Of gewoon sojaproducten. Ja, soja in het algemeen. Ja, gaat leuk worden als ik minder vlees wil eten. Ik had eerst aan jullie op Instagram gevraagd of jullie wat vragen hadden. Die kan ik ook erbij pakken, maar ik heb ook een tag gevonden. Hoe heet die eigenlijk? Een soort van boyfriend tag, boyfriend girlfriend tag, I don't know. We gaan gewoon die vragen ondertussen behandelen. Gewoon zo geïnteresseerd. Gefascineerd. Ja. Nou, gelijk met de deur, kom ik met de deur in huis vallen. Ben ik een koffie- of thee-persoon? Nou, dat is grotendeels is het thee. Mm-hmm. Ze drinkt echt heel veel thee. Maar, er zit wel een maatje aan. Of het is Starbucks, of het is koffie bij mij thuis. Dan neem je ook altijd, daar wil je ook heel graag maar de koffie van mij thuis. Maar je bent meer een theepersoon. Ja, maar ik drink ook wel koffie buiten de deur. Het is niet dat ik alleen Starbucks of bij jou. Nee, maar het meest is wel Starbucks of... Maar overal, inderdaad, ben ik meer een theepersoon en jij meer een koffiepersoon. Ja, dat klopt. Ja, ja. Oh. Zijn wij jaloerse types? Nou... Mag ik hoor? Ik totaal niet. Ik ook niet. Vroeger was ik wel wat jaloerser in het algemeen. Maar ik ben niet in onze relatie. Nee. Maar totaal niet jaloers. Nee, vroeger back in the days op de middelbare school, basisschool, was ik jaloerser dan dat ik nu ben. Ik kan goede jaloezie hebben en slechte jaloezie. Mm-hmm. Een goede jaloezie kan motiverend zijn over het algemeen. Van, oh, diegene heeft dat, dat zou ik ook willen. Slechte jaloezie is gewoon een misgunner, vind ik eigenlijk. Mm. Soms. Maar het is ook jaloers in een relatie op een mens. Ja, jaloers ben ik nooit. Ja, ik ben heel nuchter. Dus mij boeit het eigenlijk helemaal niet. Soms wel lekker. Ben ik een spender of een saver? Dus geef ik mijn geld heel snel uit of ben ik juist een persoon die heel veel spaart? Je hebt zo je momenten. Soms ben je dat je echt van wilt sparen. Mm-hmm. Nou ja, soms ook wel spenden, hè? Met je tassen en vooral lekker eten. Ja, ik geef voornamelijk mijn geld uit aan eten. Maar het is ook niet zo dat ik niet kan sparen. Nee. Ik ben wel een persoon die let op mijn geld en een buffertje heb. En toch? Het is niet dat ik... Maar wat voor persoon ben ik? Ja, we gaan ook two-way street, hè? Niet dat ik alleen over jou ga antwoorden. Hij let op. Goed geschoold heb ik hem. Nee, ik denk dat het ook een beetje all over the place is. Van aan de ene kant let je ook heel erg op je geld. Dan ben je van, oh, dit gaat om een spaarrekening. Maar het, omdat er bepaalde kosten komen kijken, dan gaat het, zeg maar, dan moet je uitgeven. Maar voor jezelf, jij geeft best wel weinig geld uit aan jezelf. Ja, klopt. Vind ik onnodig. Ik ben nu gewoon meer een aanbiedingsshopper. Ja, nee, dat merk ik echt bij jou. Want je bent echt koopjesjager. Aan de ene kant ook wel lekker.
Ja, precies, ja. Daarom gewoon een outlet of zo, ja. Ben ik een lichte slaper of een diepe slaper? Dat weet ik niet. Ik was zelf altijd een lichte slaper. Alleen sinds ik met jou ben ik eigenlijk wat dieper slaper. Dus ik word niet zo snel wakker. Maar meestal, bij jou weet ik het niet. Het ligt er ook aan hoe jij je voelt. Ook hoe mijn nacht is. Ik denk de ene keer dat ik heel erg diep slaap. Dat ik zeg maar niks door heb. Want zoals jullie weten heb ik een huisgenoot. En soms komt hij bijvoorbeeld later in de avond thuis. En dan ben ik alleen of ben ik met Rits. En dan hoor ik haar niet thuiskomen. Terwijl mijn slaapkamerdeur echt naast de voordeur is. Maar soms ben ik een lichte slaap en hoor ik haar wel thuiskomen. Ik denk dat het echt aan mijn nacht ligt. Ja. Ben ik een ochtend- of avondpersoon? Hetzelfde antwoord geldt voor jou. Ochtend. We zijn allebei wel een ochtendpersoon, maar meer van wij kunnen vroeg opstaan als in we worden uit onszelf niet vroeg zeg maar wakker. Pas in de middag wakker nee. Of zo. Voor mij is 9, 10 uur echt uitslapen. Sam, ik ben zo blij dat we zeg maar op dat gebied on the same page zijn. Mm-hmm. Want in mijn vorige relatie was mijn ex gewoon heel erg van het uitslapen. Dus dan zat ik een paar uur lang zeg maar, te wachten tot hij wakker werd. Ik vind het een zonde van mijn dag. Ja. Ook al doe ik af en toe in het weekend ook niet veel, maar... Maar ik ben gewoon dan heel erg blij dat wij op dat gebied hetzelfde zijn. Mm-hmm. Ja. Nog leuke vragen? Ja, ik ben nog wel zoek, maar ik ben een plasje op mijn lip. Maar ik blijf gewoon doorreden. Ja, ik blijf maar lekker doorreden. Ik zit gewoon te kijken. Ben ik romantisch? Ben jij romantisch? Vind je jezelf romantisch? Ik heb soms allemaal momenten. Niet vaak, maar... Ja, laatst was op Valentijnsdag kwam je met rozen. En af en toe schrijf ik liefdesbrieven. In het begin van mijn relatie kwam dat vaker voor. En nu denk ik, oh ja, dat bestaat ook nog. We zijn nu al sowieso 2 jaar samen. Mm-hmm. Ja, dan vervaart het. Niet dat het helemaal verdwijnt of zo, mm-hmm. maar ja, het wordt... Je houdt gewoon van elkaar en je merkt nu gewoon van... Ben je niet meer verliefd op mij? Nee, maar mensen vroegen ook van hoe wij onze relatie tot stand houden. Want we zijn inderdaad 2 jaar lang al samen. Maar wat je zei van, je bent dan zo lang samen. En dan begin je van elkaar zeg maar te houden als in... Echt houden. En houden van partners dat je... Net als, ik kan het echt als een... Nou, ja, maar lekker door eten, ik ga wel wat voor wat doen. Ik heb honger, ja. Ja, ik ken dat zo erg. Dat je dan begint met mukbang en dan ben je zo erg aan het focussen op het eten. En dan wil je blijven eten. Dus weet je, doe gewoon Richie. Nou, ik antwoord ook wel, hè. Maar wat ik wilde zeggen van... Ik kan onze relatie echt vergelijken met een langdurige vriendschap. Als in, zeg maar, ja. Bepaalde vriendschappen die ontstaan en die vergaan gewoon niet. Want je groeit zo naar elkaar toe... Je kan op elkaar mm-hmm. bouwen. En het is niet zo van, oh, we vinden elkaar leuk en aantrekkelijk. En over een jaar is het over. Nee, je bouwt echt iets met elkaar op. Je ziet een toekomst met elkaar. Bijvoorbeeld een vriendschap van mij en Chanou. Weet je, ik hoef haar mm-hmm. niet elke dag te spreken. Nee. Maar ik weet dat ze voor me is. Of met andere vriendinnen die ik heb. En dat heb ik dan ook met jou. Van dat je gewoon part of my life. Zoiets. Maar wat het ook is, communication is key. Dat altijd. Vanaf dag 1 zeggen we dat. Maar ook... Elkaar de ruimte geven. Dat sowieso. Dat vooral haar, eigenlijk. Oké, okay, ja. Nou, ik vind het wel fijn als ik gewoon mijn eigen ding kan doen. En gewoon lekker ook mijn eigen leven kan leiden. Van, je moet niet voor iemand leven, je moet met iemand mm-hmm. leven. Zo zie ik het dan weer. Dat je gewoon je eigen ding, je eigen hobby's, je eigen studie, alles gewoon... ook los van elkaar kan doen, maar dat je ook gezamenlijk, dat je elkaar aanvult. En het samenwonen heeft, denk ik, ook wel onbewust geholpen. Ja, want vorig jaar hebben we een half jaar samengewoond. Mm-hmm. Niet iedereen wist dat, maar omdat mijn huisgenoot een half jaar naar het buitenland ging, kon hij bij me intrekken, wat heel fijn was. En dat heeft ons heel goed gedaan. Mm-hmm. Ik vond het wel een fijne periode. Want zo leer je ook je partner nog dieper kennen. Mm-hmm. Oeh, ik vind dit leuk. Omschrijf mijn droomhuis. We kijken nu op Netflix een soort van documentaire reeks, serie, mm-hmm. whatever wat het is, over extreme woningen all over the world. Nou, extreem, ja. Gewoon zeg maar bijzondere mm-hmm. interieurs, gewoon dat
God, dat woord is meer moeilijk. Architectuur. Mm-hmm. Ja, dat. Ik stond het niet aan mijn mond. Maar dat kijken we dan. Dat vind ik wel heel erg vet. Maar hoe denk jij dat ik mijn droomhuis zou omschrijven? Daar ben ik wel benieuwd naar. Strak, modern. Mm-hmm. Maar? Ook op zich een soort van minimalistisch. Ja, maar toch wel een beetje sfeervol. Ja, maar dat kan. Want dat zag ook in zo'n aflevering. Was het eigenlijk heel minimalistisch. Maar het was eigenlijk een soort betonnen gebouw. Uh-huh. Maar het was er eigenlijk met hout was binnen de muren bedekt. Uh-huh. En zo, waardoor je toch een beetje een sfeervol warm gevoel kreeg. Ja, dat uh-huh. zie ik voor jou. Niet precies dat gebouw, maar uh-huh. zoiets van om zo'n sfeer te creëren. Ja, het is een beetje moeilijk. Want jij bent ook een beetje... Je stijl is ook veranderd sinds het begin van onze relatie. Het is voor haar is het gewoon heel moeilijk. En ik ben geen moeilijk persoon. Nee, als het een beetje modern al is, vind je dat mm-hmm. chill. Voor mij hoeft het ook niet te groot. Ik hoef niet in een villa of zo te wonen. Gewoon een goed ruim huis met veel licht. Ik denk dat het gewoon natuurlijk licht voor mij heel veel uitmaakt. Modern, strak, schoon. Ik ben wel makkelijk. Wat is mijn ideale vakantie? Jouw ideale vakantie? Mm-hmm. Is het plek of wat je op je vakantie wil doen? Nou, gewoon over het algemeen. Mijn ideale vakantie. Hoe ziet mijn ideale vakantie eruit? Cultuur snuiven. Ja, dingen. Ja, cultuur snuiven. Bezienswaardigheden. Totaal. Niet veel op mijn reet zitten. Dat is het. Totaal tegenovergestelde dan ik. Huh? Maar jij houdt echt van een chill vakantie. Ja. Strand, zee, zwembad. Daarvoor is vakantie om uit te rusten. Ja, oh. Maar ik denk mijn ideale vakantie is ook een middenweg daarin. Niet alleen maar niks doen. Waarschijnlijk zoals Bali. Ja, dat je een beetje om en om hebt. Aankomende vakantie gaan we naar Kreta. Dat is ook heel erg leuk. Ja, daar moeten dan. Ja, dat was wel onze struggle afgelopen zomer toen wij voor het eerst op zomervakantie gingen samen. Van je moet een compromis sluiten. Je moet van ieder wat wilt. Maar ja, ik zou niet 2 weken lang niks kunnen doen. Weet je, op mijn eigen reet zitten. Vind ik ook zonde, bedrijf je zoveel geld. En dan zit je aan het strand. Dan kan je ook hier in Nederland. Dus een combinatie van een beetje omgeving. Dat is toch anders. Dat is heel anders. Ja, oké. Okay. Daar heb je tenminste bedjes. Hier ligt alleen in het zand. Bijna. Sommige strandtentjes kunnen gewoon je bedjes vullen. Ja, strandtentjes. Maar het zijn er niet veel. Nee. Maar ik vind dat we daar wel goed in zijn. En dat we compromis sluiten van dat we allebei wel... Zo wordt het dus ook in een relatie. Ja. Compromis sluiten. Ja. Ik ben niet echt goed met relatieadvies. Maar ik kan wel vertellen hoe wij het doen. Ik ben benieuwd. Lijkt het jullie leuk als wij een keer een mukbang maken? Met een ander koppel. Mm. Want Shanoon, die maakt ook video's met haar vriend. Zeg maar als in de mukbang. Ik vind het heel leuk om daar naar te kijken. Want wij zijn ook goed bevriend met zeg maar, hun askoppel. Mm-hmm. Dat we dan met z'n vieren lekker aan het eten zijn. Lekker chaotisch. Heerlijk. 4 mensen. Eten. Eten, lullen. Ja. Praat ik in mijn slaap? Ja, 1 keer. Wat heb je toen gezegd? In ieder geval dat ik toen... Wat zei je? Floris. Oh ja! Oh, jij zei een keer aardbei of zo. Aardbeibroodje of broodje aardbei? Pakje aardbei. Pakje aardbeien. Oké, okay, leuk verhaal. Wow. Ik weet nog, ongeveer vaker, maar ik brabbel wel soms in mijn slaap en jij ook wel. Maar ik zei heel specifiek de naam Floris. Het leuke is, ik ken helemaal geen Floris. Samantha? I don't even know it's Samantha. Dus het is zo van, kijk, misschien had ik het over school, over werk, over een YouTube iets. En dan een naam zou uitspreken, dan kon ik de link nog leggen. Maar ik ken helemaal geen Floris. Ja, ik wel, dus, maar die ken jij dan weer nee, niet. Nee, dus ik vind het heel erg gek. Dus ik zeg van, hoe kom ik op die naam? En dan vaak in de raad zijn, dan denk ik, die andere jongensnaam. Maar ik was zo confused met mijn eigen droom. En jij pak je aardbeien. Ja, misschien had je zin in aardbeien. Ja, wie weet. Ik vind het zo gek dat dat gewoon kan. Ik vind maar het was wel in de zomer hier van een bakje aardbeien. Ja, je had gewoon zin in aardbeien.
Of ik had net een heel bakje aardbeien op, dat kan ook. Mm-hmm. Dat weet ik niet meer. Oh. Onze eerste vraag was natuurlijk of we nou eerder koffie drinken of thee drinken waren. Alcohol. Hoe? Ja. Nee. Oh. How do I like my coffee? Dus hoe heb ik mijn koffie het liefst? Een Vlasman koffie. Ja, dat is een... Ja, leg eens even uit wat jullie familiekoffie is. Ja, eigenlijk is het niet zo bijzonder. Zo bekijk. Om te beginnen met... Nu ga ik het recept vertellen. Maak het maar. Nou, het is gewoon eigenlijk een klein laagje rietsuiker. Dan hebben we karamelsiroop. Ja, dan gewoon op... Ja, via melk opschuimen hebben we gewoon schuim erop. En dan gewoon koffie. En dan gewoon een karameltopping eroverheen. Dat is het eigenlijk. Het is heel simpel. Heel simpel, maar... En extra liefde, snufje liefde. Alleen als ik dat maak. Ja, nou, ik vind dat wel heel erg lekker. Maar ik denk dat ik al heel erg blij kan worden van een latte. Dat... Nou, meer latte macchiato. Ja, maar een normale latte is ook al prima. Maar latte macchiato, ik denk dat dat... Wel mijn go-to koffie is als ik ergens bij een tentje. Of een cappuccino. Maar heel vaak omdat cappuccino natuurlijk sterker is dan latte macchiato's. Hoe drink ik mijn koffie? Je drinkt het op zwart. Zwart met suiker. Je eigen koffie. Soms Starbucks. Het ligt eraan bij jou. Het is gewoon... Met koffie bij jou alle veel. Ja. Ja. Met je alle soorten koffie kan je jou denk ik wel blij maken. Ja, ik ben niet zo'n... Espresso liever. Ik kan wel drinken, maar liever niet. Wat is mijn spirit animal op dit moment? Met mijn mond bij mij, jongen. Anders verstaan jullie het niet. Een luiaard. Ja. Ik vind het nou juist zo schattig. Dat geluid inderdaad. Ja. Dat is cute. Maar wat voor dier zou ik zijn? Ook. Oh. Nee, of een bulldog. Ja, ik wilde net zeggen Engelse bulldog. Jij bent gewoon een Engelse bulldog. Weet je dat ik die beest had? Dat weet je al, maar mijn kijkers nog niet. Ik vond eerst een Engelse bulldog, dat ras, helemaal niks. Het was niet echt mijn soort hond, maar een meneertje had vroeger wel er een. En die hele familie, ze waren het overtuigd om er ook zeg maar, zo'n soort hond leuk te vinden. En ja, ik vind het nu wel leuker dan eerst. Die puppy is er echt zo schoon van die vette rondetjes. Dit is echt cute. Maar ik vind ze zeg maar niet... Ik vind ze zeg maar niet knap. Het zijn niet echt knappe beesten. Met mooi van lelijkheid. Ja, mooi van lelijkheid. Maar ik vind ze nu wel steeds leuker. Maar er komt ook gewoon een persoonlijkheid in. En de meeste, niet allemaal, zijn ook heel lief eigenlijk. Ze zien er misschien af en toe woest uit, maar de meeste, 9 op de 10 wil eigenlijk gewoon geëind worden. Ja, hoe nou is dat het in plaats van een corgi wel een Engelse bulldog wordt? Dan heb je het heel goed gedaan, meneertje, als je mij zo vraagt. Ik ga mijn best nog doen. Oh, deze valt echt helemaal uit. Oh, die wil ik, pak ik wel. Lekker met mijn handen eten. Ja, het valt helemaal uit elkaar. Indo's eten toch altijd met handen, dus voor mij is het niet zo gek. Wat is mijn droombaan? Wat denk je wat mijn droombaan is? Ik weet het zelf niet eens. Stel, ik zou een miljoen hebben. Nou, allebei. Dus 2 miljoen. Ik zou wel nog gewoon school afmaken en gaan werken. Jij waarschijnlijk niet meer te werken. Oké. Maar dan zie ik jou in een soort dierenreservaat werken. Ja. Ja, ik denk toch wel dat dieren mij het meest geluk geven. Of toch iets van een travel blog. Gaan beginnen. Dat ik gewoon all over the world ben. Nee, want dan ben ik alleen. Met de Engelse bulldog. Ben je alleen? Ja, soort van wel aan de goede kant. Maar dat is ook meer als geld geen rol speelt, dan zou ik wel iets zeg maar met dieren willen doen. Maar het is niet dat je daar van zou kunnen leven, denk ik. Nee, dat zeg ik net. Als we 2 miljoen hebben. Maar als dat niet het geval zou dan zijn... Dan weet ik het niet, want dan ben jij all over the place. Dat is zeker waar. Nee, op dit moment, ik heb niet echt per se een droombaan. Maar ik heb wel de afgelopen periode gemerkt dat ik toch wel richting de marketing in wil.
omdat daar toch wel mijn interesse ligt, vond ik heel gek. Want vroeger wist ik dat gewoon niet en ik vond het een beetje lastig. Maar ik vind het creatieve gedeelte van marketing heb ik dus wel altijd interessant gevonden. En ik zit een beetje wel in mijn tegenstrijd. En dan weet je van de ene keer vind ik het hartstikke leuk. En denk van, maar waarom moet het altijd over geld gaan? En we worden... Af en toe wil je stoppen. Maar ja, ik denk toch wel creatieve kant van marketing op dit moment mijn droombaan. Maar wat is mijn droombaan? Kijk of je het weet. Ik heb het al ooit eens verteld. Bij de popo. Nou, dat is ook wel bij de... Ja. Bij de politie. Bij, ja. Als... Als godsamme. Was dat niet hetzelfde wat Sarah wilde? Ik weet niet wat Sarah wilde. Het begint met een R. Ja, het ligt op puntje van... Ja? Wat die gozer van Jane the Virgin deed. Michael. Ja. Wat hij deed. Ja, dat toch? Ja. Homicide. Ja, dat wilde je. Ja, ik... Ja, dat, ja. Ik was even de naam vergeten. Recherche. Ik zei dan bij de politie dat. Ja. Dat. Ja, dat wist ik. Alleen, dat zal er waarschijnlijk nooit van komen. Maar nu wil je financiële kant. Ja, het is niet mijn droombaan, maar... Maar je zou dan nog steeds bij de politie kunnen werken. Met, zeg maar, de administratie gebeuren. Ja, fiat heet dat dan. Okay. Nou, ik kan wel langer over droombanen gaan praten, maar ik weet het nog niet eens. We zien het allemaal wel, hoe het leven gaat lopen. Ga jij nog verder eten? Want ik zit echt aardig vol. Dit. Oké, okay. Nou, even maar lekker door. Ik denk dat we deze video maar gaan afsluiten. Het was een beetje all over the place. Ja. Van vraag naar vraag. Weer inkomen, hè? Ja, kijk, als jij wekelijks met mijn video's opnemen, ja, zou het wat... Vloeiender gaan. Vloeiender gaan, inderdaad. Maar ik vond het wel gezellig en leuk dat je er open voor staat om voor de camera te zitten. Maar ja, met eten... Kan ik jou wel lekker overhalen, toch? Maar laat in de comments achter als jullie vaker video's met mij willen zien. En wat voor. Oh? Wil jij dat? Durf jij dat aan? Ligt aan, wat voor video's? Nou, als jullie met hele leuke, interessante video's komen waar Richie een onderdeel van kan zijn. Laat het weten. Mochten jullie mee hebben gegeten met ons, laat het ook vooral weten en wat je dan hebt gegeten. En Richie eet nog lekker verder. Ja. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg! Doeg.